De Rotary Club of Paramaribo Residents heeft vanmorgen de toilettengroep van de Sint-Josefschool opgeleverd. De club had de toilettengroep in december 2010 reeds gerenoveerd. En na 13 jaar heeft de club er weer voor gekozen deze school te gedenken met een renovatie. Els Dams, president Rotary Club Paramaribo Residents, vertelt aan de kinderen dat op school zijn niet alleen betekent dat je een lieve juffrouw of meneer hebt, maar dat een goed en schoon toilet ook erg belangrijk is. Je wil niet alleen maar goede boeken, je wil ook dat je gewoon naar de toilet kan gaan, toch? En dat je niet op hoeft te houden, want de wc is kapot. Dus wij denken dat het ook belangrijk is dat op een school goede wc's zijn, waar je gewoon naartoe kan, waar je je handen kunt wassen. Dus dit doen wij al heel veel jaren, dat we op een school samen met de directie kijken hoe we dat beter kunnen maken. We zijn heel dankbaar voor de directie dat ze ons de gelegenheid hebben gegeven om van jullie school de wc's op te knappen. We gaan straks even kijken en als ik mensen moet bedanken, ga ik natuurlijk ook bedanken. Dus om te zorgen dat jullie ook een beetje kunnen spelen op school, hebben de speelapparaten hebben een mooie kleur gegeven. Ik vind het zelf erg mooi geworden. En dat hebben we gedaan met onze Rotary Club, maar ook met onze jongere clubs. Die noemen ze Interact Club Brick by Brick. En jongere club Fresh is een Rotary Club. Dus met z'n allen hebben we hier op een zaterdag zijn we flink aan het verven geslagen, zodat het er gewoon een beetje leuker uitziet. De renovatiewerkzaamheden hebben bijkans 6 weken geduurd en de totale kosten zijn geraamd op ruim $4000. Naast de renovatie van de toilettengroep kreeg ook de speelplek een verfbeurt.